Het gaat niet om de snelheid. Het gaat denk ik gewoon om de fun in zo'n lompe boot. Ja, het is gewoon heerlijk. Ik vind het wel leuk. Ik moet zeggen, het is een uitdaging. Dames en heren, Team Park Tycoon 2. Welkom, het wordt ook weer donker, jammer dit. Maar welkom bij een nieuwe aflevering van Roblox Team Park Tycoon. Zoals beloofd zou ik dus weer opnemen in Team Park Tycoon. Gewoon weer verder werken aan mijn project, mijn nieuwe project. Het is deze waterachtbaan. En het idee, je gaat dus beginnen met een boottochtje. Op een gegeven moment kom je bij de liftheuvel, de lifthelling, hoe je het wil noemen. Dan krijg je een stukje achtbaan. Uiteindelijk kom je dan daar terecht met één laatste optakeling. En dan wordt het gewoon een dikke bootsplash van daarachter een heuvel naar beneden in het water. En dat water is dan hierachter te vinden. Kijk hier zo. Aangezien dit de bouwgrens is, wil ik natuurlijk wel iets moois ervan maken aan de buitenkant. Misschien heuveltjes of wat landschap. Niet weer standaard een heuvel maken, want dan is dadelijk het hele park bezaaid met alleen maar heuvels. En dat zou jammer zijn, dat is zonde. Voor nu ga ik dus verder bouwen aan de achtbaan. Nog geen flauw idee hoe ik die achtbaan ga bouwen. Ja, dit is even de beste chill plek in mijn hele park. Gelukkig als je gaat bouwen, dan is het allemaal wat lichter gemaakt. Gelukkig maar. Ja, het is vet dat er natuurlijk twee achtbanen bij elkaar staan. Maar ja, ik weet niet of jullie die waterachtbanen kennen. Maar dat zijn vaak van die lompe layouts. Ik laat het even zien. De Poseidon. Ja, de Poseidon uit Europa Park. Een hele lompe layout. Vind ik persoonlijk. Ik weet niet precies waar deze staat, maar ook weer gewoon lekker lomp. Groot neergezet. Het gaat niet om de snelheid. Het gaat denk ik gewoon om de fun in zo'n lompe boot. Maar het is gewoon lomp. Deze baan is ook gewoon lomp. De Vliegende Hollander kennen we ook allemaal, maar ook een hele simpele layout. Maar genoeg van dit soort voorbeelden. Maar zo zie je maar weer, het hoeft niet heel erg compact te worden, maar dat wil ik eigenlijk wel, als dat lukt natuurlijk. Ik heb ook nog nooit een waterachtbaan gemaakt in Team Park Tycoon, dus het wordt nu mijn allereerste keer. Dus we gaan denk ik eerst eens even een element krijgen dat je gewoon rustig naar beneden gaat met een bocht. Want we gaan een beetje deze kant op denk ik, want hier hebben we de ruimte. We kunnen ook eerst naar links gaan. Ik denk dat dat nog wel beter is. Wacht even, dus dan gaan we die bocht maken. Dus hij gaat dan nu met beeld, gaat hij zo en dan maken we wat langer. En dan moeten we ook vooral een paar keer gaan testen natuurlijk, hè. Heel belangrijk. Zo, en dan komt die lompe boot. Beetje schuin en zo. En dan een klein beetje naar boven beeld. En dan gaan we nog een keer zo. Dan slepen we hem weer naar rechts. En eigenlijk moet hij nu weer een klein beetje naar boven. Dat vind ik mooi. Een klein beetje omhoog zo. Een beeld. En dan mag hij wel weer een flinke daling. Nou ja, flinke daling. Je bouwt het natuurlijk een beetje op. Elke keer beetje voor beetje. Beetje bij beetje. En dan gaat er weer even een drop komen zo. Lekker groot. Dan doen we een klein beetje dat hier ook een bocht komt. Kijk of dat gaat lukken. Dan moet ik de groen een beetje, ja. Je merkt het al gewoon met de bouwen dat het zo verschrikkelijk. Ja, het is gewoon heerlijk. Ik vind het wel leuk. Ik moet zeggen, het is een uitdaging. En ik weet ook niet hoe snel die dadelijk gaat. Maar het is mijn taak, lijkt mij, om dit gewoon zo leuk mogelijk te maken. Dat als je een ritje maakt, dat je gewoon zo snel mogelijk nog een ritje wil. Zo, nu gaat hij bijvoorbeeld naar beneden. Kijk, maak hier gewoon even een lekker scherp bochtje van. Maar ik weet totaal niet wat de snelheid is van dat ding nu op dit moment. Geen flauw idee. Echt niet. Ik moet wel eerlijk zeggen dat het echt heel leuk is om te maken. Vooral omdat het zo'n lompe grote baan is. Dat vind ik fantastisch. Dat ziet er heel goed uit. Je gaat bijvoorbeeld nu een beetje weer recht. En waarom gaat hij nu niet gewoon lekker weer een beetje deze kant op? Dan zakken we weer met het rode. Dit is wel goud hoor. Dit is wel goud. Ik moet er vooral voor zorgen dadelijk dat als ik bij het einde kom, dat je nog wel even een splash krijgt. Dus dat je zeg maar voordat de splash komt, dat je dan een stukje, ja, een meter of 5 of 6 boven het water zit. Zodat je toch even een bunny hop hebt zo. En dan plets, net als de Vliegende Hollander, dat je dan erin knalt. Dus ik wil niet gelijk helemaal tot het laagste niveau nu gaan. Maar hij moet hier wel een bocht gaan maken. Dus even kijken, pakken die groene. Zo. Beetje uitstrekken. En hier moet wel een scherp bochtje komen. Dus hij moet nu al misschien een klein beetje meer dat groene zo. Ja, en dan denk ik dat dit wel goed komt. Nog steeds geen flauw idee hoe hard deze achtbaan op dat moment gaat. Maar we doen maar gewoon wat. Zo, en hier komt er weer een bocht. Deze wordt wat groter. En misschien ook een klein beetje scherper.
Hij mag ook wel weer een beetje naar beneden toe gaan. Dus dan pak ik de rode. Oké, nu krijgt hij een recht stukje. Want ik denk dat we nu een beetje richting dat stukje gaan wat ik bedoel. Dat stukje van dat hij een bocht maakt en dan hup, die splash erin. Ik denk dat dat nu het beste is. Want ik vind het oprecht, het is lomp, maar het is wel een beetje meer compact dan ik... Dat wilde ik ook per se, weet je wel. Dat is gewoon een verplichting, moest dat zijn. Nou, en dan gaan we hier dus nu die laatste bocht in. Dus even kijken, we gaan dan hier een beetje al schuin zo. En dan doen we nog een keer ongeveer op deze lengte. Die houden we steeds vast. Wat nog mooier zou zijn, en dat is iets wat weer heel anders is misschien. Dat is dus... Oh, dit wordt gek. Dit wordt heel gek. Dit wordt heel cool. Ja, hoe gaan we dit doen? Jullie denken van, wat ben ik nou weer van plan? Ik wil dat hij schuin... Dus dat hij eigenlijk vanaf deze kant zo... Dus hoe ik nu kijk, dat hij zo het water induikt. Oh, als dat lukt, dan ben ik echt helemaal gelukkig. Maar ik wil per se dat hier een bocht in komt. Dat wil ik gewoon. Dat is gewoon mooi. Dat hoort hier gewoon bij. Ja, hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we dit? Dit is de uitdaging, hè? Dat is leuk. Ja, ik heb een idee. Ik heb een klein idee. Als dat werkt, dan is dat geweldig natuurlijk, hè? Hier mag hij een beetje bunnyhops gaan krijgen. Dus bunnyhops als in een beetje naar beneden en onder. En dat hij hier ook langs het pad komt. Hoe die dan langs scheurt. Ja, dat is natuurlijk wel briljant. Alleen ik weet nog steeds niet precies wat is de snelheid momenteel. Hè, wat haalt hij hier zo? Dat is de grote vraag. En gaat hij het allemaal wel halen, weet je wel? Is het nog wel een beetje een spannende rit? Want ik heb wel het gevoel dat deze achtbaan wel heel snel wat snelheid verliest, zeg maar. Kijk, nu gaat hij dus hier langs. Dus hij mag al een beetje omhoog weer. En we krijgen nu bijna die afdaling. Hier een leuk speels bochtje. Maar ik denk dat we het dan op deze manier moeten gaan doen. Ja, het is denk ik niet anders. En ik ben ook erg benieuwd hoe dat er verder dan uit gaat zien. Maar ik denk als ik hier zo sta, dit is wel oprecht een hele, hele leuke layout. Ik ben hier al helemaal blij mee. Laten we even dit allemaal gaan weghalen, zodat we hier allemaal water krijgen. Kijk, we hoeven niet alles onder water te zetten natuurlijk, maar voor nu eventjes een gedeelte. En dan gaan we kijken of dat werkt met die schuine splash. Of dat idee wat ik heb, of dat goed uitgevoerd kan worden. En het moet natuurlijk allemaal gebouwd kunnen worden. Het moet allemaal kloppen, anders heb ik er helemaal niks aan. Want dit kan nu helemaal niet. En dat vind ik jammer, want ik had liefst even die splash er gewoon in willen hebben. Track pitch must be null on this piece. Oké, we gaan kijken hoe we dat krijgen. Een track pitch. Nou, ik kom niet helemaal verder. Ik ga Falcon vragen of hij mij kan helpen. Die heeft ook geholpen met dit huisje en wat aankleding hier ook. Dus die gaat mij 100% wel steunen daarin, dat weet ik zeker. Laten we eens even gaan testen en even een rondje maken in deze baan. Want ik ben benieuwd hoe dat eruit ziet als we dadelijk gewoon dat stukje achtbaan krijgen. Ik heb nog niks ingesteld qua lift hill, qua snelheid of wat dan ook. Ik kijk gewoon standaard hoe het zit met de snelheid van deze baan. Lekker in het donker. Beter kan gewoon niet. Ik heb ook niks qua vloeiend ingesteld. Dat kan natuurlijk ook per achtbaan. Maar laten we kijken wat er gaat gebeuren. Nou, dit gaat op zich wel redelijk. Ik denk dat hij hier wel wat snelheid verliest. Maar dat is mooi. Ja, dat is zeker mooi. Kijk, 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 kijk. Dit is gaaf. Als we dadelijk hem een beetje soepel vloeiend gaan maken, dan haalt hij nog meer snelheid dan nu. Maar op zich heeft hij gewoon een lekker vaartje. Het moet ook wel een beetje een familiebaan worden. Het moet niet een snelheidsduiver gaan worden. Dat was ook niet de insteek van deze baan. Kijk, dan krijgen we hier een beetje een heuveltje. Ah, dit is leuk. Dit is gaaf, man. Heel mooi. En dan het einde. Juist. En dan die dikke splash erin. Hoppakee. Kijk, als we de chainlift op 150 zetten. De track friction op 150. Gravity kunnen we misschien op 125. Dan zal die het waarschijnlijk al heel anders aanvoelen dadelijk. Maar oprecht een hele leuke layout vind ik persoonlijk. Gewoon even snel gedaan. Ik heb de omgeving goed gebruikt. En dan gaat hij hier eigenlijk naar de tweede lift hill hier zo. En dan gaat hij hier een bocht maken. En dan nog een flinke splash op het einde. En ja, dat is natuurlijk waanzinnig dat je eigenlijk een boottocht krijgt. Een stuk achtbaan. En dan op het einde gewoon weer een boottocht met een dikke splash. Dus ja, weet je, het is gewoon een twee attracties in één. Zo zie ik het ook. Nou, ik heb de lift heel wat sneller neergezet. En dan gaan we even kijken vanaf de buitenkant hoe dat ongeveer gaat. Ik weet niet of die soepeler gaat. Maar als het goed is, moet hij dat wel gaan doen. Oké, lekker bochtje. Hij behaalt al wat meer snelheid voor mijn gevoel dan, hè, als ik het zo zie. Oh, dit gaat wel lekker zo. En op naar het einde. En hoppakee, kapot ermee.
Dit was alweer de video. Vond je het nou leuk? Laat dan vooral een duimpje achter. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Want volgende keer zijn we weer terug met een nieuwe aflevering van Roblox. Team Park Tycoon komt over 2 weken weer terug. En volg natuurlijk mijn Twitch. Want daar zijn we af en toe ook live. Hier zo in deze server. Dus ga dat zeker zien. Tot de volgende keer. Doeg!